We beginnen aan de eerste ronde in het gevecht tussen de Oegandees Niakana met de gele broek en een Fransman Thierry Belladi in de witte broek. Dit zou de mooiste kamp van de avond moeten worden. Voor Niakana is dit zijn vierde profgevecht. Hij won de vorige drie, waarvan twee met knock-out. Niakana is nog maar 20 jaar en won eerder dit jaar als amateur goud op de Commonwealth Games. Er wordt heel veel van hem verwacht. Zijn tegenstander, de Fransman Thierry Belladi, is 25 jaar oud. Hij werd vorig jaar prof en bokste tot nu toe 5 kampen, waarvan hij er 3 won en 1 verloor. 1 eindigde op match 0. Normaal gezien moet hij een gemakkelijke prooi worden voor Niakana. Hij moet een zogenaamde opbouwtegenstander zijn. Maar hij gaat er van in het begin fel tegenaan. Ja, een gemakkelijke tegenstander zou ik zeker niet durven zeggen. Belladi is gekend als een zeer ruw tegenstander, die dan niet zo technisch is, maar toch zeer sterk. Die, zoals men in Frankrijk zegt, il est dur au mal, hij kan veel slagen verdragen. Of hij de slagen van Niakana gaat verdragen, is echter een ander paar mouwen. Die man heeft een fenomenale linkerjab. Bokst goed in verdediging, bokst goed in aanval. En we krijgen hier reeds een geanimeerd begin van de eerste ronde van dit gevecht. Met Niakana, fantastische rechtercross. Maar toch gevaarlijk, die Franse Belladi valt ook niet ongevaarlijk aan met het hoofd vooruit, met brede swings. Steeds moeilijk, vooral in de eerste ronde, de eerste ogenblikken. Wanneer ze nog niet getest hebben, maar Niakana lost de problemen voortreffelijk op. Is een verdedigend bokser. Is trouwens compleet, prachtige links-links-rechts combinatie. En de linker van Niakana doet zijn werk. Wanneer die linker toekomt, moet Belladi op afstand blijven. Dat is een zeer zware linker direct. Een van de voornaamste wapens in het boksport. Belladi heeft reeds geproefd. Gaat op de vlucht. Snelle handen, Niakana. Zeer vlug. Komt te laag in, Belladi. Mag niet onder de gordel slaan. Wordt getroffen, links, links, rechts. Niakana verdedigt zeer goed, maar vergeet ook de dekking. Dat is de enige fout die we aan Niakana kunnen toeschrijven. Vergeet soms dus uit de aanval te gaan, alvorens zelf aan te vallen. Durf te slagen, wisselen. Mixen, zoals men zegt, is gevaarlijk wanneer men op een puncher valt. Bokst ook met een lage dekking, heeft een zeer goed zicht. En heeft zeer snelle armen. Heeft nog steeds de tijd om de tegenstander met een counter op afstand te houden. Toch een zeer geanimeerde eerste ronde. Met Niakana als technisch beste bokser. Niakana is nog maar 20 jaar oud. Is dat niet te jong om al profbokser te worden? Zeker niet. Niakana heeft bewezen door de gouden medaille te winnen op de Commonwealth Games. Waar toch de beste boksers zijn, als liefhebber dan wel te verstaan. Typische bokslanden, Canada, Engeland, Australië. Eerste ronde voor Godfried Niakana. Hij ontvangt nu de inlichtingen van zijn manager, de Kerpel. En we beginnen aan de tweede ronde met een lichte voorsprong voor Niakana. Die dankzij het betere technische werk er toch in geslaagd is de eerste ronde op zijn actief te schrijven. Laat hier van in het begin van de tweede ronde zijn lange, zware linker zijn werk doen. Maar Belladi desaxeert goed, gaat goed uit de lijn. Tracht die linker te ontwijken en repliceert onmiddellijk. Zeer gevaarlijk met die linker swing. Die alval supergoed, alval als crochet gegeven wordt, als hoekslag. Maar bij elke slagwisseling is het toch Niakana die licht de bovenhand haalt. Schijnt ook over betere fysieke wapens te beschikken. Gevaarlijke tegenstander Belladi. Bokst uitsluitend met hoekslagen. Slagen die van de zijde komen. Normaal gesproken moet Niakana die kunnen indekken met zijn lange linker direct. Die ook zeer zwaar is. Maar zeker niet slecht, Belladi. Is nu toch aan het ontvangende eind. Niakana iets wat onprecies, moet achteruit voor de linker. Belladi laat Belladi hier in het eilen slaan. Draait rond zijn as als een tol na die miste slag. Mooie combinatie, links-links uppercut. Kenmerk van de kampioenen. Niakana met dezelfde hand. De linker direct onmiddellijk ombuigen in een linker hoekslag of in een linker uppercut. Hij doet dat zeer voortreffelijk. Dubbele linker uppercut, linker crochet.
gedubbeld door een rechterhoekslag. Prachtige combinaties van Niakana, die nu stilaan meer en meer de bovenhand neemt. Maar de replieken van Belladi blijven gevaarlijk. Sloeg nu te laag, maar wordt toch getrakteerd vanuit elke hoek door Niakana, die beëindig uit de lijn gaat. Die steeds wisselt, varieert van slagen, zowel als van richting. Prachtige kamp vanwege Niakana, maar zeer verdienstelijk van Belladi. Bewijst hier ook van over een zeer goede ogen te beschikken. Ontwijkt de meeste slagen van Belladi, die nogthans met een zeer grote snelheid afgevuurd worden. De complete bokser. Natuurlijk, er zijn nog enkele jeugdzonden. Magnifieke uppercut en counter van links. Meestal zit men rechter uppercuts, maar Niakana geeft ze zowel van links als van rechts. De Franse bokser wordt aangeraden even tot rust te komen, maar Niakana is daar reeds terug. Hij moet op de loop. Compleet, Godfrey Niakana bokst zowel vooruit als in verdediging als achteruit dus. Ook de continuïteit is er. Er zijn geen dode momenten in dit gevecht. Niakana steeds op de tegenstander en als hij zelf komt, dan weet hij ook wat er hem te doen staat. Maar ook gevaarlijke replieken van de Fransman. Wordt hier geraakt. Volop, Niakana ging even in de touwen. Prachtig gevecht. Belladi mankeerde hier een wilde zwaaistoot van links. Het is reeds de tweede maal dat hij rond de has draait. En einde van de tweede ronde, die terug op het actief komt van Niakana. Maar een schitterende tweede ronde waarin beide boksters het beste van zichzelf gegeven hebben. De minder technische Belladi heeft het Niakana zeker niet gemakkelijk gemaakt. Wel in tegendeel. We zien daar manager De Kerpel bij Niakana. De Kerpel verklaart dat Niakana over 2 jaar wel eens voor de wereldtitel zou kunnen boksen. Is dat wishful thinking of zit dat er echt in? Wel, het is zeer moeilijk terug te vallen op een juiste timing. Niakana is zeker een jongen die gezien zijn successen in de amateursrangen in aanmerking komt om voor de oogste heer te strijden. Maar gaat dat binnen de 2 jaar gebeuren? Dat moet afgewacht worden. Een carrière kan moeilijk voorspeld worden. Hij zal dan ook nog tegenstanders moeten ontmoeten die van een heel ander kaliber zijn. Maar Niakana bewijst hier toch in deze eerste 2 ronden de nodige technische kwaliteiten, over de nodige technische en ook fysieke kwaliteiten te beschikken om het zeer ver te brengen. We beginnen aan de 3e ronde. Waar Niakana terug tracht te scoren met zijn vaardige linker direct. Gaat goed uit de touwen en zet de Fransman in de touwen. Prachtig werk van Niakana. Vaardige linker. Waar Belladi stilaan respect voor krijgt. Het is niet alleen een vaardige, maar ook een zeer harde linker. Die regelmatig gedubbeld wordt. Van rechts. Krijgt nu als raad mee van meer die jab nog te gebruiken. Dus de jab, de linker direct. Belladi werkt meer met tussenspurts. Moet van tijd tot tijd even op adem komen, maar blijft zeer gevaarlijk. Gaat onvoorspelbaar te werk. Wordt nu ook op zijn beurt laag geraakt. Liet even de handen zakken. Die slagen in het lichaam eisen een tol. Nemen stil aan de fysiek. Van te ver. Belladi komt in van te ver. Niakana neemt nu definitief de bovenhand. Je ziet de slagen goed komen, maar moet wel blijven opletten. Wordt hier zwaar geraakt door Belladi, door een linkse swing. Moet zijn handen aan de kin houden. Men mag niet vergeten dat het tapijt, zoals men zegt, gemaakt is voor elke bokser die zich niet goed verdedigt. 1 punch van een puncher kan te veel zijn. En hier neemt Belladi dan even de bovenhand in een lijf-aan-lijf situatie. Maar Niakana blokt voorbeeldig af. Niakana heeft er alle voordeel bij zich meer te concentreren op de dekking. Het is onbegrijpelijk hoeveel boksers er de voorkeur aan geven met lage dekking te boksen en zich zo blootstellen aan de gevaren van een punch te incasseren die ineens de wedstrijd kan beëindigen. Belladi is zwaar geraakt na een linkse direct. Links uppercut, rechts direct. Wordt nu onder vuur genomen door Niakana. Die er zich van bewust is dat de prooi geraakt werd. Maar uitgeteld is hij nog niet. Belladi gaat nu ook even show geven. Doet teken dat hij niet geraakt was. Wordt nu zwaar geraakt met van beide handen. Niakana met een sidestep van rechts.
Maar Belladi schijnt niet aangeslagen. Kijkt nog zeer klaar. Blijft dus gevaarlijk. Niakana doet er goed aan. Verder zijn linker jab te laten gaan. En de bokser op afstand te houden. Hij mag het initiatief zeker niet aan die Belladi laten. Is onvoorspelbaar. Slaat vanuit elke hoek. En slaat ook tamelijk zwaar. Wordt hier toch voor joker gezet nu. Door de zeer behendige Niakana. Grote klasse. Maar hij moet zich blijven concentreren. Loopt hier op twee linkse. Belladi. Maar weet van geen afgeven. Blijft verder doorwerken. Heeft Niakana ook enkele uppercuts verkocht in de leverstreek. Einde van de derde ronde. Weer in het voordeel voor Niakana. Maar een prachtige repliek van de Franse tegenstander. Zesde en laatste ronde. We beginnen aan de laatste ronde in dit fascinerende gevecht tussen Godfrey Niakana en Thierry Belladi. In de vorige ronde kwam Belladi een beetje terug. Niakana kreeg een paar zware slagen te verwerken, maar heeft waarschijnlijk nog altijd het voordeel op de Fransman. Staat nog steeds voor op de punten Niakana in dit prachtige gevecht dat al zijn beloften heeft ingelost. Prachtige Niakana nu die in de aanval gaat vanuit de touwen. Is een zeer sierlijk bokser, maar moet dringend werken aan zijn verdediging. Om niet één deze dagen op een fiasco te lopen. Niakana die wel technisch beter was, maar op het gebied van fysiek zeker zijn gelijke heeft aangetroffen in Belladi. Die bovendien een groot incasseerder is, wordt hier weer door een uppercut in counter getroffen. Maar blijft gevaarlijk. Schitterende beweging van Niakana. Sidestep, dubbele rechter direct. Prachtig werk. Technisch is het zeker een kraan. Ook zeer sierlijk, maar wordt hij dan toch weer getroffen door een zware rechter van Belladi. Die daarop ruim mankeert. In vergelijking met de eerste vier ronden is het tempo wel enigszins gedaald, maar Belladi is toch nog zeer gevaarlijk. Dubbel dier naar lichaam en hoofd. Niakana bewijst hier ook in de touwen zijn weg te vinden. Schitterende beweging. Gaat nu in de aanval. Belladi moet aanklampen. Niakana neemt wel te veel van die brede swings. Met een puncher voor zich gaat dat fataal worden. Hij mag dan nog een zo goed mogelijk als mogelijk incasseerder zijn, maar slagen moet men niet nemen. Heb je het gevoeld, zegt Belladi. Prachtige kamp. Ook op fysiek vlak, zeer harde kamp. Op het einde van deze kamp heeft Belladi bewezen over zeer goede fysieke mogelijkheden te beschikken. Maar ook Niakana heeft een gave fysiek. De preciesheid is er niet uit, dat is niet verwonderlijk. Beide boksers hadden in de vier eerste ronden gevochten op een fantastisch ritme, dat hier zelden te bewonderen valt in Belgische rings. Ook niet te verwonderen, we hadden een amateur van wereldklasse die wellicht ook bij de proefboksers Geinster zal slaan. Niakana heeft de verwachtingen ingelost, maar moet nu geduldig verder werken aan zijn technische kwaliteiten, vooral dan aan de verdediging. De eindfase van deze prachtkampen waarin Belladi nog zwaar aangeslagen wordt door een rechter sidestep van Niakana. Gedubbeld met een rechter direct. Einde van deze kamp met Niakana als overwinnaar. Geen twijfel mogelijk, maar een prachtige Belladi. Een prachtige, prachtige repliek van de Franse bokser. En prachtige kamp van Niakana. Winnaar van deze kamp, terecht. Godfrey Niakana, een naam om...